Welkom. Enkels losmaken, rekken, stijfheid, opheffen. We starten met een heel licht opwarmen van de enkels en voeten. Handen op je dijen, om en om heel licht rechts en links, met tegendruk van je handen. 4, 3, 2, 1. Buig je knie en breng je linker enkel net boven je andere knie. Cirkels maken. Gebruik je rechterhand om de voorvoet vast te houden. Maak langzame cirkelbewegingen in één richting en wissel van richting. Bied de weerstand met je rechterhand. Wissel. Als het kan, vergroot de cirkelbeweging. Wissel van richting. 4, 3, 2. Extensiestrekking of flexiebuiging van het enkelgewricht. Buig en strek je voet. Herhaal het strekken en buigen van je voet. Voetklachten voorkomen of verminderen. Herhaal andere kant, rechter enkel net boven je linker knieschijf. Gebruik je linkerhand om je voorvoet vast te houden. En maak langzame cirkelbeweging in één richting. Wissel van richting. Bied weerstand met je hand. 3, 2, 1. En wissel van richting. Mobiliteit van de enkels verbeteren voor het lopen, stappen en balans. Wissel van richting. 4, 3, 2, laatste maal. Strek en buig je voet. Soepel houden van de enkelgewrichten. Strek en buig. Strek en flex je voet. Strek en buig. Laten we gaan eindigen met een heel lief. Consulteer bij pijnklachten altijd een arts. De basis van een goede enkelstabiliteit ligt in de balans, zoals de eenbenige balansoefening, teenloop, gekruiste beenzwaai, schud uit. Goed gedaan. Duimpje op voor jezelf. Dag.